Goedemiddag, welkom bij de vlog van Gulchen en Niandi. Ik ga vandaag iets heel leuks doen, maar om dat ene leuke ding te kunnen doen, heb ik wel een assistent nodig. Assistent. Oh, dat is mijn dochter. Hi. Hi. Mijn man. Die gaat, we gaan vandaag iets doen. Vertel jij, wat gaan wij doen? Jij gaat mij opmaken en ik jou toch? Oh. Of alleen mij? Ik ga jou opmaken, ik ga beginnen. En daarna gaat hij mij opmaken. Ik ben benieuwd hoe dit gaat. Laten we gaan beginnen. Wil ik tegen jullie zeggen, vergeet niet te abonneren. Ja. En like. En te liken, duimpje omhoog. En laat alsjeblieft reactie achter. Want ik ben echt gewoon benieuwd wat jullie van onze vlog vinden. Want ik ben alleen maar aan het vloggen. Gulchen ook. Maar wij krijgen geen reacties. Is het leuk? Is het niet leuk? Wat willen jullie van ons zien? Laat ons alsjeblieft weten. Als jullie weten, ik ben geen pro in het opmaken. Dus ik heb ook niet heel veel opmaakspullen. Maar we gaan het doen met wat ik heb. Zo, ik zal hem alleen heel even in de camera in het beeld zetten. Zodat jullie kunnen zien. Nou, ik ga kijken wat ik van mijn zusje heb geleerd. Ik hoop dat ik het goed kan. Oké. Okay. Eerst de primer. Ik rijd de kitterlie even in mijn karren. Gaat het snel van mijn gezicht af. Als ik ga douchen. Hey, Quina. Gaat het snel van zijn gezicht af? Ja? Ja, waarom knik je alleen zo? Ze is beter. Nee, hij begint nu bang te worden, niet terugkrabbelen, kom. Je moet gewoon met jouw rug naar voren. Spannend. Nou, het zijn wel heel veel glitters. Heel veel glitters, oh, maar dat zie je niet. Dit is een concealer stick, want je moet toch wel echt gewoon goed kunnen zien. Ja. Zo, Niandi. Dit is voor wat is dit ook alweer, Quina? Dat is highlighter. Ja, dat is highlighter. Want je moet de dieptepunten of dieptegangen. Nee. Oh. Nee, laat maar naar. Is goed zo. Doe het goed. Ik vind het zo leuk. En hij is zelf met dit idee gekomen, niet eens ik. Oké, dit zijn gewoon, ja, dat is voor highlighter. En dan ga ik foundation smeren op bij jou. Mama? Quina, of moest ik eerst de highlighter uitsmeren? Ja. Oh, oké. Doe ik even zo. En deze moet je goed doen, anders is het grauw. Net als de vorige keer wat je zei. Doe ik pijn? Doe ik... Ja. Doe ik jou pijn? Mij komt nu pijn op, papa. Nou, wat heb je man te kijken? Oh. Sorry. Mijn lip. Jopie kokkie, zoveel binnen. Want andere mensen doen ze toch wel wat anders. Ja. God, ik heb al jeuk in mijn ogen. Waar zit dat? Ik heb al jeuk in mijn ogen. Doe maar krabben, je kan krabben. No. Oh my god. Kijk, ik ben niet goed in wenkbrauwen tekenen. Ja, nee. Dat is niet goed. Laat me straks zien of jij het beter kan. Ja, dat kan zeker. Dit zijn jouw wenkbrauwen. Oh my god, sorry. Wel, kijk eens even nog een keer in de camera. Ja. Oké, deze is verkeerd. Deze is wel oké. Okay. Oh nee, deze ook niet. Je begint als eerst met de wenkbrauwen, voor als je iets doet. Je wilt meteen foundation stick hebben. Oh ja, ik was het vergeten toch? Wat maakt niks uit. Papa, je wimpers. Ze zijn echt anders. Oké. En dan, even kijken. Wimpers. Of nee, ik moet eerst Osha doen. Je hebt de pen op, papa. Onthoud dames en heren, ik ben echt niet goed in make-up. Hè? Dus dit is voor mij, ik doe gewoon maar wat. Andere. Zal je wel gaan zitten voor mama, alsjeblieft? Wat heb je gedaan, hoor? Ik heb een beetje, zie je dat? Glimmend, een beetje glimmend. Glimmend, glam en gloems. Op jouw dinges gezet. Wimpers? De andere. Nee. Jawel. Wimpers. Ja, nee, moet jij ook
oogschaduw doen? Ik heb al gedaan, maar ik ga niet te veel doen. Mooi! Nee, maar die wimpers die gaan er niet meer af, weg. Ja, natuurlijk wel, gaan ze eraf. I am beautiful, no matter what they say. Words come bring me. Hoe vinden jullie dit niet lastig lopen? Je ziet niks. Hey, meisjes forceren echt erg, man. Vrouwen. Ja? Vinden. Wat zei je? Dit is toch wat jullie mooi vinden, als jullie vrouwen zien? Nee, man. Jawel. Goed, zeg ik wel. Papi zit echt niet. Heb je ze oké? Je moet dit ook nooit doen, allemaal. Ja, hij moet wel drinken pakken. Ja, die man is een pakken. Je moet eens zien dat je de vond is geworden. Mag je uitdragen, hè? Het geeft een beetje warmte op het gezicht. Vingers. Nee, het geeft een beetje warmte. Oké, okay, kijk eens even naar de camera. Ben ik klaar? Ja. Als jullie het beetje, ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar zien jullie waarschijnlijk glitters op haar gezicht. Dus zodoende, ik ga haar proberen zo mooi mogelijk op te maken. Hij blijft wel een beetje wit hoor, ik weet niet of het erg is. Maar hij droogt wel. Nee, want je hebt echt heel veel gedaan. Nee, het is maar een klein beetje, het komt wel goed. Oké. Oei joh. Dit is echt, dit is ook tegen het zweet, neem ik aan. Ja, goed zo. Je poriën. Ja, juist. Dan blijft het make-up ook lekker langer mee, hè? Voor als het... Gaan, gaat het. Ja, gaan. Lekker gaan, ja, dat. Ai, ai. Kijk, het ziet er beter uit. Ik zie dat het overal is ingesmeerd. Highlights. Oké, dan moet je zeg maar onder mijn ogen. Oh, komt goed. Oké, sorry. Je hebt gewoon alles onthouden, weet je dat? Zelfs ik moet het nog 1000 keer aan Quina vragen. Quina, kijk. Hij heeft alles van onthouden. Zo. Ja. Hoezo bel jij mee? Hij heeft gewoon alles onthouden, kijkers. Ik heb dit dus de eerste keer. Nou, dit is wel een beetje veel, maar dan maak ik het. Ja, dit is wel een beetje veel. Moet ik, wat moet ik nou gebruiken? Nou, mag ik ze niet uit mijn hoofd. Nou, doe maar eens even eerst mijn wenkbrauwen. Jouw wenkbrauwpjes. Dat is met deze. Nee, dat is met deze. Waar heb je dit geleerd, Michi? Laten we gewoon eerlijk zijn, wat heb je dit geleerd? Ik heb dit vroeger ook gedaan. Heb je dit ook vroeger gedaan? Bij jezelf of bij mensen? Dat is niet goed. Heb je dit bij mensen gedaan of bij jezelf? Nee, weet je dat ik dat wel kan? Nederland. Nee, ik zie mensen. En dan denk ik ongeveer hoe het moet. Oké. Dus in principe kan je wel een make-up artist gaan worden? Bijvoorbeeld. Is deze, ja. Waarom moet het bruin zijn? Omdat jij bruin bent? Sorry. Hij kan dit gewoon te goed. Het kan gewoon niet. Oké.
vind het best wel eng, eerlijk gezegd. Vertrouwde jongens die dat goed kunnen doen, of niet? Hm? Wat zei je, Fina? Ze vertrouwde jongens die dat ook. Nee, daarom. Weet je wel beter. Ken ik jou? Wie ben jij? Waar je mijn husband? Waar je de famous Poochu? Poochu 013. Oh, schade, maar hij doet het ook echt aan haar ooghoek en zo. Zo hoort dat toch? Ja. Ik zie het. Of naar welke. Ja, ik ben wel wimper. Maar... zijn er wimpers? Ik zet geen lijm meer op. Ja, is heel hoor. Ik moet nog een keer even aandrukken, denk ik. En nu? Het voelt als een Mongool, of niet? Ja, ik mag het niet veranderen, maar oké, prima. Je hebt het boven nog gedaan, maar dan ja, maakt dat zei je boven mijn ooglid. Ik zei op mijn ooglid. Het is wel zo mooi, dan had je normaal altijd. Waar is dit ding? Ik kom ook niet aan het doen. Deze heb ik vanochtend wel gezien. Ja? Nou, weet je, kom, laten we naast elkaar even zitten. Nou, wij zijn klaar met... ja, je dacht een foto, hè? Wij zijn klaar met onze make-up sessie. Ja, zoals je hebt gezien, hij heeft het bij mij gedaan en ik heb het bij hem gedaan. Wie vinden jullie
wie heeft het beter gedaan? Laat alsjeblieft in de reactie beneden weten wie het beter heeft gedaan. Even kijken. Ja, ik zeg je wel heel eerlijk. Voor een man heeft hij dit echt best wel goed gedaan. Echt waar. En ik ben geen make-up genie, dus ik vind alles best wel snel goed. Wat vind je? Hoe heb ik jou opgemaakt? Goed. Ja? Wat kon beter? Niks. Hij schaamt zichzelf. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Isa. Ik blijf. Wat was het nou? Dankjewel. Ja, dankjewel.